Tessa Willaert, alweer een primeur voor jou. Het winnen van de Engelse beker hier op Wembley, fantastisch. Ja, het was wel niet vanzelfsprekend natuurlijk. Oké, West Ham is middenmoot in de competitie, maar we wisten een bekerfinale, dat is toch altijd iets speciaals. En ik denk dat zij de eerste helft de grootste kans hadden, alhoewel dat wij het overwicht hadden. Dus ja, de match kon er helemaal anders uit te zien en als zij die kans hadden afgemaakt. Maar goed, dan de tweede helft hebben we bijgestuurd en eigenlijk de match in handen genomen. En ik denk dat uiteindelijk wel verdiend won. Ja. Hoe is de dag verlopen? Waren jullie nerveus vooraf? Nerveus? Nee. Meer hadden er gewoon zin in. Zo van, ja, we hebben er lang genoeg op gewacht. Laat het gewoon beginnen. In het begin denk ik wel dat er hier en daar wat stress was op het veld. Defensief dan. Maar ja, gelukkig hebben we geen tegendoelpunt genomen en de tweede helft dan afgemaakt. Ja. En voor jou, voor hier voor het eerst spelen op Wembley, dat is iets fantastisch, denk ik. Ja, ik denk dat het een van de mooiste stadions is waar ik al gespeeld heb. Ja, alles was super georganiseerd en versierd. Dus ja, het is een hele ervaring, maar ik ben gewoon blij dat we een beker binnen. Ja. Je wedstrijd zelf, eerste helft, je komt pas laat aan de bal, een paar keer balverlies, maar dan je komt in de wedstrijd en dan op het einde zelfs een paar schoten naar doel, hè, heb ik gezien. Ja, ik speel hier ook op een andere positie dan dat ik eigenlijk gewoon ben. Dus ik speel wel in het middenveld, maar ik kom eigenlijk heel weinig aan doel. Dus ik probeer daar dan mijn steentje bij te dragen om de ploeg te laten voetballen. En ja, ik denk dat dat na het eerste kwartier wel gelukt is. En ik ben gewoon blij dat iedereen, we hebben het echt samen gedaan en dan uiteindelijk gewonnen. Dus top. Ja, en uiteindelijk met 3-0, dat zijn mooie cijfers ook. Ja, zeker. Er kwam heel veel ruimte de tweede helft. Ik denk dat West Ham een beetje moe kwam. Dus oké, we hebben nog wat kansen gemist. Maar 3-0 is een mooie uitslag. Ja, bij die tweede goal van Georgina Stanway, dat was de beslissing. Hè? Iedereen was dan, klaar met deze wedstrijd. Ja, zeker. Want er was nog een counter van West Ham om de 1-1 te maken. En dan missen ze die en dan scoren wij de 2-0. Dus ja, dat was moeten toe. Ja. Is dit een van je mooiste ervaringen ooit? Ja, ik denk dat wel. De Conti Cup was wel spannender, dus daar was ik precies iets meer enthousiast over. Maar ja, FA Cup, wauw, die finale spelen is echt wel de max. En ja, hopelijk volgend jaar terug. Ja, en dan die trappen op, hoe voelt dat dan? Die wat? Die trappen op gaan. Ja, dat was, na zo'n wedstrijd was dat toch redelijk lastig. Maar ja, nee, dat was allemaal top natuurlijk. Ja. Oké, ik dank je, proficiat, en veel succes voor de toekomst ook in Engeland. Dank je wel.